Ik had een verstandelijk beperkte zus. En die is 5 jaar geleden overleden. En ik ben eigenlijk altijd actief geweest binnen Dichterbij wat betreft de verbinding tussen verwanten en ouders en cliënten. En ik ga dus helaas stoppen. Soms is het ook goed dat er weer eens nieuwe mensen komen. Ja, vandaar deze goede oproep om mensen aan te moedigen om hier aan deel te nemen. Ik heb het zelf altijd als heel positief ervaren. We hebben vaak voorbeelden van heel dichtbij, hè, van hun eigen leefomgeving of de wereld waarin ze leven. En daar kunnen heel mooie discussies uit ontstaan. Omdat het voorbeeld soms zo simpel is, hè, en dat je daar dan zo'n, ja, dat kan soms zo'n mooie eye-opener geven. Hè.